Kom op, jongens. Jullie kunnen het. Ja. Hou hem in die stoel, hè. Hou hem in die stoel. Ja, deze mannen hebben net een opdracht gekregen om met zo min mogelijk jongens Wout in zijn stoel te houden. Zijn ze een beetje... Wacht even, ik moet even met Wout. Wout, zijn ze een beetje sterk? Help me, verschrikkelijk sterk. Dus zijn heel sterk. Ja, dit zijn hele sterke jongens. Okay. Jongens, even, laat hem even zitten. Jullie hebben de opdracht goed gedaan. Jullie hebben met z'n vier heb je Wout in de stoel gehouden. Maar ik had gevraagd met zo min mogelijk. Lukt dat, denk je? Ik zal niet weten hoe. Wat hebben jullie allemaal gedaan om nu in de stoel te houden? Wat klemmen en zo, maar niet echt het grote werk. Niet echt het grote werk, hè? Nee. We hebben een deskundige. Ja. Die zit daar in de kast. Hebben jullie wat tips nodig? Graag. Ja? Oké. Okay. Lucy, kom er maar uit. Lucy is natuurkundige. Hallo, Lucy. Leuk dat je bij ons bent. Deze jongens hebben wat tips nodig. Ja. Want ze moeten met zo min mogelijk Wout in de stoel houden. Heb je wat tip voor Ik heb een tip. En daarvoor wil ik Wout vragen om even langzaam op te staan. Kijk wat hij doet, kijk wat hij doet. Ja, nog een keertje. Nog één keertje. Mijn tip is nu, je kan Wout met één hand op zijn stoel houden. Succes. Aha. Je kan Wout met één hand op zijn stoel houden. Gaat het jullie lukken, jongens? We zullen het proberen. We zullen het proberen. Denk eraan, let op hoe die opstaat. En je mag maar één hand gebruiken. Oké? Okay? Nee, niet iedereen één hand. Eén persoon, één hand. Ik zou zeggen, heel veel succes, mannen. Met één hand Wout zelfs een van de sterkste mannen ter wereld op zijn stoel houden. Ik ben benieuwd. Doeg! Wout, gaat het, Wout? Hij heeft, hoor. Hij heeft je. Yeah. Ik pak even de microfoon erbij, hoor, want ik moet eens even horen. Wat ben je aan het doen met Wout? Wurging. Wurging. Oké, dat was niet de bedoeling. Laat hem los. De bedoeling was met één hand Wout in de stoel houden. Is het jullie gelukt? Niet echt. Niet echt? Wat hebben jullie allemaal geprobeerd? Nou, allemaal dingen met bij zijn borstkast en hand, maar dat lukt ook niet echt. Nee. Wout, vind jij het eigenlijk nog wel leuk? Die verwerking was echt indrukwekkend, ja. Oké. Okay. Het is jullie dus nog niet echt gelukt om met één hand Wout in zijn stoel te houden. Hebben jullie nog een tip nodig van onze deskundige? Ja. Ja, oké. Okay, we gaan Lucy er weer even bij halen. Lucy? Hoi, hallo. Het is ze niet gelukt. Je hebt ze twee tips gegeven, maar ze zijn er nog niet helemaal achter. Kan je ze helpen? Ja, nou, de tip die ik heb gegeven en de oplossing heeft alles te maken met je zwaartepunt. Bij mensen zit het zwaartepunt zo'n beetje hier. En het zwaartepunt is dat punt waar de aarde aan je lichaam trekt. Zolang je zwaartepunt boven je voeten zit, kan je blijven staan. Bij Wout zit zijn zwaartepunt nu op de stoel. Om te kunnen opstaan, moet Wout zijn zwaartepunt naar voren brengen. En dan kan hij pas omhoog. Als je dus zorgt dat hij zijn zwaartepunt naar achter houdt, kan hij niet opstaan. Wout, sta eens op. Voilà. Oh. Met één hand. Wauw, oké, even een applaus hoor. Lucy. Ja. Hadden jullie dit verwacht? Nee. Oké. Dus met één hand kan je Wout in stoel krijgen doordat hij niet zijn... Zeg het nog eens één keer. Omdat hij zijn zwaartepunt niet naar voren kan krijgen, krijgt hij zijn zwaartepunt niet boven zijn voeten en kan hij niet omhoog. Oké. Dus zijn navel moet gewoon altijd... Dus zijn navel naar achter houden. Willen jullie dit proberen? Oké, wie wil het proberen met één hand? Ja? Ik zou het wel willen. Oké, ga je gaan. Wout, sta maar op. Ja. Nee, het lukt niet. Oh, wat goed. Jongens, gefeliciteerd. Jullie opdracht is helemaal gelukt met zo min mogelijk. Jongens, Wout in zijn stoel houden. Met één jongen is het gelukt en met één hand. Goed gedaan. Je kan dit ook thuis doen. Hè? Als je zegt van ik wil mijn vader of mijn allersterkste broer, wil ik ze even in zijn stoel houden. Pak hem dan beet, zet hem in de stoel. En met één hand kan je zo iedereen, alle sterke, zelf één van de sterkste mannen van de wereld in zijn stoel houden.